Een jaar na het overlijden van Ronald Renardo Aluma, die meer bekend stond als Nardo Aluman, heeft het afgelopen weekend de afsluiting van de rouwperiode, ofwel de Pour Blacca, plaatsgevonden in Galibi. Het werd een feest van kleuren, tradities en speciale gasten. Aluma overleed op 13 oktober 2021 op 74-jarige leeftijd en was schrijver, folklorist en politiek activist. De ceremonies begonnen zaterdagmiddag. De vrouwen, familie en kinderen hebben zich geheel met figuren in zwarte verf laten beschilderen. Daarna kan het dansen beginnen, maar daar mag de familie niet aan deelnemen. Er wordt kasiri gedronken en stukjes haar worden afgeknipt. Het zingen en dansen is onder begeleiding van de sambura tot 5 uur in de ochtend. Een half uur daarna worden de kleding en andere zeer persoonlijke eigendommen van de overledene verbrand, waarna de feestenden zich begeven naar de rivier. Daar wordt er een bad genomen. Dat wil zeggen dat de vrouwen in het water worden gegooid door de mannen en omgekeerd. Terug in huis gaat het feesten door. Krijgt de familie nieuwe kleding en is de rouwperiode officieel afgesloten. Bij de ceremonie waren er ook speciale vrienden van Wijlen Aluman uit het buitenland aanwezig. Aluma werd geboren in Christian Kondre, een van de twee dorpen die samen Galibi vormen, en werkte sinds 1982 bij de afdeling cultuurstudies van MINOC. Ook was hij vicevoorzitter van de organisatie van inheemsen in Suriname en uitvoerend bestuurslid van het overkoepelend coördinatieorgaan voor de inheemse volkenorganisaties van het Amazonegebied, COICA.